Het arbeidsethos is groot bij Heracles. De ploeg speelt de meeste oefenwedstrijden van alle Eredivisieclubs. En dus moesten ze vanavond weer op appel in het Polmanstadion. Heracles spelend in het lichtblauw en dus niet in het vertrouwde zwart-wit. Dat is voor de belofte van Rozenborg, die hier een grote kans weggeven aan Vincent Vermeij. Die zijn basisplek lijkt te verliezen aan Adrian Dalmau. Maar hier is hij attent. Afgrijzelijke blunder, dat wel, van de Noorse doelman. Maar Vincent Vermeij doet een mansoekietje en opent zo de score. Dit is een andere smaakmaker. Sylvester van der Water slaalomt zo door de defensie van Rozenborg. En schiet fraai binnen. 27 minuten gespeeld. 2-0 de stand in het voordeel van Heracles. En dat terwijl de bezoekers nog zo goed begonnen aan de wedstrijd. Met onder meer een poging op de lat. Dit is het begin van de tweede helft. Met opnieuw van der Water. Ja, hij maakt toch wel een gretige indruk in de voorbereiding. Is sterk aan de bal. Snel en doelgericht. Hier maakt hij alweer zijn tweede van de avond. 3-0. De koek is dan nog niet op voor de ploeg van trainer Frank Vormoed. Heracles gaat door en wederom na een fout van de defensie van Rozenborg is het Vincent Vermeij die heel attent reageert. Ja, als cameraman had je bijna de hele wedstrijd het vizier gericht moeten hebben op de defensie van Rozenborg dat af en toe afgrijzelijk verdedigde. Twee keer weet Vermeij daarvan te profiteren. Hier is het opnieuw Vermeij, die legt dan terug en dan is het Van der Water met het slotakkoord. 3 treffers voor hem. 5-0 de eindstand voor Heracles Almelo. Morgen mogen ze zich weer melden, dan tegen Fiorentina.